De NPS mag enkele RVC-posten invullen. Dit is gebeurd nadat de partij haar ontevredenheid over de invulling van de verschillende RVC's aan de president bekendmaakte. NPS-voorzitter Gregory Rusland haalde dit afgelopen zaterdag aan tijdens een spoedstructurenvergadering in Grundjari. Hij zegt dat de NPS haar plaats ook wil innemen in de RVC's, omdat zij mede verantwoordelijkheid draagt voor het uitgestippeld beleid. De NPS-voorzitter gaf verder aan dat hij voor aanvang van de spoedvergadering een overleg heeft gehad met president Chandrika Prasad Santokhi. Tijdens dit gesprek is aangegeven in welke RVC's leden van de NPS geplaatst zullen worden. De NPS zal invulling geven in de raden van commissarissen van MAS. Bepaalde zaken zijn inderdaad al ingevuld en u moet weten, het is een jugu-jugu. Er zijn weinig plaatsen en op een gegeven moment moet je ook rekening houden met de partijsituatie. Maar wat op dit moment, laat me zeggen, de onderhandelingen gaan continu door. Maar op dit moment kan ik noemen, op tafel liggen, MAS. CASAS is ingevuld, maar daar hebben we even een discussiepunt. Stichting Toerisme Suriname. Melkcentrale, de Nationale Ontwikkelingsbank, Self Reliance, de Volkskredietbank, het Planbureau, BGVS, Surpost, NIMOS, SEEL, Academisch Ziekenhuis en natuurlijk apart zullen we praten over de Universiteit van Suriname. U moet weten dat wat de Universiteit van Suriname betreft, Universiteit Misabi, ik ken de ins en outs van de universiteit. En wat mij betreft zal de NPS toch wel, de universiteit valt onder het ministerie van Onderwijs. En daar zullen we wel onze stempel moeten kunnen drukken. Verder haalde Rusland aan dat de NPS ook niet tevreden is met de invulling van RVC's door personen uit de vorige regering. De partij baseert dit op het feit dat deze personen mede verantwoordelijk zouden zijn voor de huidige situatie in het land. Wij als NPS hebben onze strijd gevoerd. Onfetti, gomita-verkiezing. Maar ook de andere coalitiepartijen hebben gevochten. We hebben samen oppositie gevoerd in DNA. Onfet bepaalde situatie, ontaktak sambep zijn naar konden en okang. Chenchi Muskong en ook aan Gosodoro. Partijgenoten, dan vinden wij het vreemd als wij zien dat exponenten die binnen die regering gezeten hebben de afgelopen 15 jaar, 5 tot 10 jaar, en mede verantwoordelijk zijn voor de ravage van dit land. Gregory Rusland, NPS-voorzitter, afgelopen zaterdag tijdens een spoedstructurend vergadering in Grundjari. Op deze vergadering is een motie van aangenomen waarin de leden hun afkeuring uitspreken over onder andere de invulling van de RVC-posten.